Het is 4 voor, dit is het Fries Kanijs. Goeiemiddag. De eerste Fries die een alcoholslot kregen heeft, tekent beroep aan. Zijn advocaat, Tjelling van der Goort, vindt de maatregel vissend te zwier. In de eerste plaats is het stigmatiserend, omdat je een alcoholriebewijs krijgt. Dus als je niet kan zien dat je je legitimeren maakt, dat je een probleem hebt met alcohol en verkeer. En dat je dus een maatregel op lang kregen hebt. Het is disproportioneel, omdat je rekening houden wordt met bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld werk. Dat een rechter wel rekening mee houden kan. En het tweede is dat het een hele dure, disproportioneel, exorbitant dure maatregel is. Alles bij elkaar is het ongeveer 3.500 euro. En dat maakt het net uit of je een miljonair binnen of een bijstandsuitkering hebt. Het alcoholslot hield soms in december en komt bovenop de straf die de rechter oplaat. Friesland is een zoene provincie om in te wijnen. Dat blijkt nu een onderzoek van het Astmafonds. De loft is hier skinner als op een protoorenplakking in het land. In 2004 wie dat voor de familie Mooien al reden om uit Brabant wonen Friesland te verhuizen. De beide Ben en Mem hebben astma en hier een lijst van de uitlaatgassen en van de ammoniakuitstoot van bargehouders. De antibiotica's en de prednisonkuurtjes die vlogen hier om de oren. Was het de een niet die ziek was, dan de ander wel, of ik zelf. Of in het ziekenhuis, of hoge koorts, dat soort dingen. En ja, van de ene virusinfectie naar de andere longontsteking. Nou, en dan op een gegeven moment dan weet je het gewoon niet meer van waar je moet zoeken, waar je moet zijn met je problemen, met je klachten, met je vragen. Na de verhuizing deed het een stuk beter met de familie. De beide zwanen binnen zelfs volslaan van de medicijn na. Ljouwert krijgt als wettertechnologie stad mogelijk tonnen miljoenen uit Den Haag. Dat is juist nog steeds secretaris Halbe Sielstra zijn bij de opening van het nieuwe Center of Expertise Water Technology. Het expertisecentrum heeft als doel het bedrijfsleven te verbinden met het onderwijs. Dus het is net iets van alleen nog onderwijs, het is net iets van alleen nog onderzoek. Het is examen bij het bedrijfsleven, dus komen tot toepassing die we straks in de winkel, in de wereld terugzien en net alleen nog in een boek. Het Nijcentrum is een goede aanvulling op Wetsers, zei nog een wetenschappelijk onderzoek op het meid van Wetter. De verbreding van de wettertechnologie in Ljouwert vergrutte de kansen op Jilt uit Den Haag. De provinciale dieken in Friesland werden tenaai verlochten met ledlampen. Dat wat een vaste besparing opleveren. De provincie vervangt van dit jaar de bestaande verlichting door ledlampen. Het gaat om 6.000 lanterns. Daardoor wordt het energieverbruik van de verlichting maar de helft verombracht, een besparing van 50.000 euro. Door daarnaast een tal lampen voor de helling wil ik besparen, dat gaat wel niet alleen maar om wijnen. De haven van Haan zet een goed dier achter de reg. Rond de oorslag van Gwort in 2004 nog waarom, vliegt een dier wat er een kwart meer wordt verwerkt in de haven. Het gaat dan om een stijging bij het zeezaan, het grind en het zout. Ik het al containers dat via de haven verladen waard naam ta. Naast de positieve cijfers giert minder bij de Bruine Vloot die het Haanse stuushaven het. De Santa Skippen kregen zo'n 6% minder passagiers. Het LPG-vulpunt bij de benzinepomp onder stationswaai in Haans kan blauwen. Dat heeft de Raad van State hier bepaald. Jeder wie onder andere toch de Maritieme Academie beroep ontekenen, zij willen graag nijbouwen bij de bestingende squallen, maar dat giert nu vanwege veiligheidsvastschriften net terug. Epke Zonderland giet er heel nog van uit dat hij het ticket voor de Olympische Spelen bemachtigd heeft. Toch is het nog net 100% wis. Het turnboom had nog een beslissing nemen en Ken, als we het volslaantje in de verwachting zien wijzen, toch nog keer kiezen voor Jeffrey Wammers. Epke voldeer aan alle eersken, eindige Bobbe Wammers en bij de eerste Sandje, maar toen ik geen farm behoud op het rek en Wammers wol. Coach Knibbeler is dan ik nog voorzichtig. Die keuze die blijft gewoon open, maar is afhankelijk of Jeffrey ook zich kwalificeert. Hè? Als ze zich allebei kwalificeren, dan kan de bond alsnog kiezen wie er gaat. En dat wordt intern besloten. Heb ik er liekwels volslaan van Oetjoegen dat farmbehoud tonen nog makkelijk ken. Daar heeft er nog een trije fjouw momenten voor, maar lege eersken. En hij gaat er dus vanuit dat er gewoon naar Londen gaat. Bij het kunststoffenfabriek Enitor in Boetenpost lekte juster een vet met chemicaliën. Het vet met wetterstoffluoride stier op de laadklep van een vrachtwagen. De bestuurder zegt met uitladen dat ze in het vet een flinke doek ziet. Er was de brandwacht. Maar een speciaal gaspakketteam van de brandwacht is het vet in veilige tonnen pleerst. Een groot part van het terrein van Enitor wie de rest van de dag afsluiten. Het fabriek in Boetenpost gewoon terugdraaien. Het Europaplein in Ljouwert moet een turborotonde worden. Dat wil de gemeente, maar ondernemers en buurtbewoners zijn daar poor op tjen.
De turborotonde had een betere trostriëming, omdat het verkeer alvarend opriep de juiste rietstrook kiezen had. Dat is veiliger, omdat auto's zat net meer van baanverroering kennen. Het betekent wel dat er meerdere op- en aanritten verdwijnen zullen op het Europaplein. Omwennis verwacht je daar toch meer sloepverkeer in Harmwijk. Wij vinden dus dat het ik grutte nadelen had voor de week, want het aantal ontsluitings van de week wordt minder. En dat betekent dat er een hele oren verkeersdruk ontstiert. En soms is op plakken waarvan wij zeggen van nou, dat is nou wel hachelijk. De buurtvereniging organiseert joen een geerkomste dat wiekbewenners haar uitspreken kunnen over het nieuwe Europaplein. Het waren er nog. Het is vannacht zacht, gratis 8. Er is zo nog wat stoorrein en de zuidwestenwind die helpt on. Morgen is het meest droog, al valt er uit en terug een bui. Temperatuur eerst 10 graden, maar letter zakken die naar een gratis 5 size. Er zit een krachtige, ontstwarmige noordwestenwind. En dat staat via deze kwartier. Je kan dadelijk zien naar Heer en de K-route. En ik meld me maar meer Friesnijs, aansers om 6 uur.